Dat ben ik inderdaad. Dat gebeurt zelden, hè. De schrijver heeft die vooraan op zijn boek. Maar heel trots natuurlijk. Hè. Je ziet die grote naald met korte broek en zo. Want ik ga op reis. En ik ben in mijn leven echt wel heel veel op reis geweest naar heel veel verschillende landen. Maar het verhaal eindigt daar niet. Want je ziet achter mij ook nog iemand staan. En ik ga de omslag helemaal eens open doen. En dan zie je de hele regen er staan. Want ik heb 7 kleinkinderen. En mijn 7 kleinkinderen, die duwen mij een beetje het avontuur in. Want wat is het geval? Ik heb in mijn leven heel veel grote reizen gemaakt over heel de wereld. En dit boekje gaat over die reizen. Het heet dan ook Een kleine wereld vol grote leugens. Ja. Ja. 7 kinderen, dat zijn jullie ook, hè? Maar ik ben er heel trots op dat ik er 7 heb. Het zijn er heel aangename, van alle leeftijden. De oudste die loopt voorop, dat is Kobe, die is ondertussen 14 jaar. Dan volgt Elise, die is in het eerste middelbaar. Die draagt de jongste op haar rug, dat is Flor, die is 4 jaar. En hier zitten er dan nog de 4 anderen tussen, de Seppe, Nore, Toon en Stan. En die 7 kleinkinderen die spelen dus een hoofdrol in mijn boek, waar ik een bijzonder trots op ben.